Vandaag, omdat wij natuurlijk al een tijdje in quarantaine zitten, nergens heen mogen en zeker niet naar voetbal mogen, besloten wij eigenlijk om weer Leven met Fijn een nieuw leven in te blazen. Met elke week een top 10 van... Nee, top 12. Met elke week een top 12, mooier eigenlijk, 12. 12, ja. Met elke week een top 12 van allerlei dingen. Als je nog suggesties hebt, kunnen mensen het lekker praten. In de comments. Weten. Ja. We beginnen in ieder geval deze keer met de 12 beste sfeeracties van Feyenoord. Alle tijden, zou ik dat zo kunnen zeggen. En als je het er niet mee eens bent, kan je ook reageren in de comments. Ja. Doen we niks mee. Of wel? Doen we wel mee? Gaan we dan volgende week maar terugkomen? Dat kan wel. Als, ik bedoel, als we echt genadeloos afgemaakt worden met de keuze voor top 12, ja. Dan kunnen we altijd vragen of mensen een betere top 12. Of omdat jij weer in een korte broek zit, als we daarvoor afgemaakt worden. Rotterdam, echt wel. Rotterdam, echt wel. Let's go, Sven. Nummer 12. Wat hebben we op 12 dan? Nummer 12. Feyenoord Ajax. In het jaar 2000-2001. Ja. Vertel me. Ja. Ja. Jij mag het vertellen. Dacht, nee. Ja, dat is de eerste officiële sfeeractie van het Tifo-team bij Feyenoord. En ik doe het zo omdat het toen net nieuw bedacht was. Als in, ze zochten iets om meer sfeerverhogende dingen bij Feyenoord te creëren. En toen hebben ze bij de Feyenoord Klankbord geroepen. Dus een soort bijeenkomst met supporters als dan met de club. Hebben ze besloten met elkaar om een sfeerteam op te richten. Ze hebben toen bij Feyenoord Ajax hebben ze de eerste grote sfeeractie gedaan. Maar een grootschalige sfeeractie met heel veel gekleurde rook, rood-wit. Vlaggen erbij, alles. Dat was een beetje de start van het Tifo-team. Officiële start van het Tifo-team. Okay. Officieuze start van het Tifo-team. Nou, dus op eervolle vermelding op nummer 12. Ja. Een beetje de grondleggers geweest eigenlijk. Ja. Van wat er nu nog steeds te zien is. Ja. Oké. Nummertje 11. Nummertje 11. Blijven nog steeds in de hoek van de klassieker. 2006-2007, Brevaarthoek. Ja, de klassieke komt natuurlijk vaker voorbij, omdat het de grootste wedstrijd van het jaar voor Feyenoord natuurlijk. Maar ja, het Brevaarthoek, hè. Ja, wat ik persoonlijk erg leuk vind aan deze actie is dat het is een gedrukt doek. En Feyenoord heeft echt jarenlang, tot op de dag van vandaag, zitten alle andere clubs in Nederland zeggen, hun drukken alle doeken, hun drukken alle doeken. Terwijl, ja, goed, je kan er van alles van vinden. Natuurlijk, verf is het allermooiste. En, maar ja, het is een soort, ik vind het een soort erestempel dat andere clubs nu zeggen dat wij onze doeken nog steeds drukken. Want blijkbaar kan de rest het kwaliteitsverschil niet gezien tussen de gedrukte doeken en geverfde doeken. Dus dat vind ik tof. Maar het design was gewoon ook echt gruwelijk. Was er een reden dat het toen niet geverfd is? Nee, ja, het was een heel gecompliceerd doek en ze hadden toen gewoon moeite om met grote doeken te verven. Dus dat is de reden waarom ze het toen niet hebben gedaan. Gaan we nu nummer 10? Nummer 10. De kampioensreeks uit 2016-2017. Ja. Het is niet één sfeeractie. Er was eigenlijk in van al die wedstrijden was er niet eentje waarvan je denkt die hoort in de top 12 te staan. Maar het geheel verdient zeker een plek in de top 12. Mee eens. Zullen we gewoon die video laten zien? Ja. Van de compilatievideo die op tv is geweest. Nummer 9, alweer een klassieker. 2007-2008. Uit eigen kracht voortgebracht. Ja, ja, was het eerste grote doek dat ooit gemaakt is bij Feyenoord. Echt een fors doek en gewoon qua designwerk ook echt heel erg mooi. Gewoon goed gedaan. En leuk is, voor mij hebben we daar foto's van, maar ze hebben het met verfrollers hebben ze het gedaan. Fantastisch mooi design. Een van de mooiere doeken als je mij vraagt. Nummertje 8. Het jaar 2012-2013 tegen FC Twente speelden wij onze 1908e wedstrijd in de Eredivisie. Ja. En hebben we een doek voor gemaakt. Ja. Met alle wedstrijden en alle uitslagen erop. Ja, echt een gruwelijk doek.
Echt, en niet vooral niet omdat het heel mooi is of zo, want als je de uitvoering van het doek, het is echt complex, maar vooral de inzet en de arbeid die daaraan besteed is, is echt fantastisch. Dat was toen met die jongens van de FRL, toen, die gingen zich een beetje met sfeeracties bemoeien. Dat was best wel een grote groep fanatieke gasten. Dat was eigenlijk het eerste, nou niet het eerste, maar een van de eerste doeken die we met z'n allen hadden gemaakt. Dus ook met het Tifo-team, iedereen bij elkaar. En al die wedstrijden die zijn echt met malletjes, één voor één zijn ze erop gespoten, lettertjes gemaakt en zo. Nou, dat was echt helemaal. Ik denk echt dagenlang gewoon ploegendiensten, 24 uur per dag werd er gewoon gewerkt aan dat doek. We gaan op nummer 7, opnieuw Feyenoord Twente. In het jaar 2009-2010. Ja. Halffinale van de KNVB-beker. Ja. Was geen sfeeractie voor de wedstrijd, of bij opkomst, maar in de 12e minuut. Ja. Ik denk dat dat een van de eerste keren was dat in die tijd FRL ook met een actie kwam in de 12e minuut. We hadden toen een sterkingsactie gehad tegen AZ, geloof ik. En toen in de halve finale tegen Twente kreeg dat zeg maar, een vervolg. Ja, ja, dat was een beetje hun, idee. En dat was wel een van de tofste, omdat ze toen echt grootschalig vuurwerk voor het eerst hadden gedaan. Ja, jong en oud door elkaar. Iemand heeft daarvoor een stadionverbod van een paar jaar gekregen omdat hij het geregeld heeft. Dus, maar ja, dat was gewoon echt heel tof. En wat ook sowieso alles aan die wedstrijd was kicken. Ik bedoel, het was halve finale van de bekertoernooi. Ja, halve finale kan weer. En ja, voor de wedstrijd hadden ze oproep gedaan van kom met z'n allen naar het voorplein. Eén grote chaos. We hebben daar een compilatievideo van, helemaal goed. Ja, die gooien we gewoon in beeld, we hoeven niks meer te vertellen. Dat die mensen door je handen gebeten, paarden. Ja, ja. Ja, helemaal te gek, ja. Uiteindelijk winnen de goal van Roy Makaay. Ja, wedstrijd gewonnen door naar de finale, helemaal verneukt door deze meneer die hier zit. Maar goed, die wedstrijd waren we allemaal nog zeer gelukkig dat we de finale hadden. Ja, die was tof. Nummer 6. Nummer 6. Komen we weer bij een klassieker terecht. Vorig seizoen. Ja. Beruchte paaltjesdoek. Het beruchte paaltjesdoek, ja. Ja. Waarom noemen wij dat paaltjesdoek? Nou, het schijnt dat er ergens iets in verstopt staat. Maar, laten we het daar niet over hebben. Maar nee. Ja, het was gewoon een hele toffe actie. Fenomenale sfeeractie. Heel hoop details in het doek. Ja, de combinatie van een doek natuurlijk met fakkels die eraan... Volgens mij is dit doek ook uitgeroepen tot mooiste doek van het seizoen, toch? In Europa? Of in Nederland? In ieder geval in Nederland? Dat weet ik niet. Dat was een geen idee. Ik vind van wel. Dat is goed. Jouw mening telt. Oké. Op nummer 5. Feyenoord Spurs, 1991-1992. Dat is al een tijdje geleden. Klassieker. Ja. Ik was het toen nog niet, dus... Nee, wat heel cool. Kijk, Feyenoord was natuurlijk werd vroeger geprezen voor de sfeer in de vakken RST. Hè. RST was wel bekend in heel Nederland, maar wel ook in Europa. En de sfeer in de Kuip was altijd echt heel erg goed rond die periode. En maar rond die tijd had je ook voor het eerst hadden ze een soort van georganiseerde actie. En dan was iemand die... we kunnen gewoon namen zeggen. Ton Stroopman, die later supporterscoördinator is bij Feyenoord is geworden. Die deed toen die deed dingetjes bij Feyenoord een beetje regelen. Dus die had het lumineus idee bedacht om voor Feyenoord Spurs gewoon 100 fakkels mee te nemen in zijn kofferbak in de auto, in een tas. En die hebben ze toen uitgedeeld in het stadion. En dat zie je ook op de foto's, zie je ook echt gruwelijke foto's. En dat de Noordzijde helemaal vol met vuurwerk. En dus ja, dat ging helemaal goed. En wat extra grappig is aan dit is dat, goed, dat ging dus, die wedstrijd ging dat helemaal goed uitgedeeld. Helemaal op picobello geregeld, zag er fantastisch uit. De volgende wedstrijd, halve finale van de Europa Cup toernooi, speelde Feyenoord tegen AS Monaco. En toen dacht hij, ik doe het gewoon weer. Maar toen dachten ze bij Feyenoord, hij was het kofferbakje open en kon hij alles inleveren. Geen stadion moet voor gekregen. Ja. Wel pikant dat hij dan nu wel andere mensen oren aanmaait. Ja. Maar dit gaan we misschien uitknippen. Nummer 4. Weer een klassieker. Ja. Het lopen altijd weg doek. Dat is een van mijn persoonlijke favorieten. Ja, ja fantastisch. Ja, natuurlijk, het doek is heel simpel. De jongens van Lunatic News hebben dat toen de tijd gemaakt. Een van die gasten had die woonde Antikraak. Een grote drukkerij, dus die had een enorme ruimte. En daar hebben ze dat doek toen bedacht en gemaakt. Dat was eigenlijk meerdere delen. Want ze hadden natuurlijk lopen altijd weg. Doek is bij de meeste mensen bewaard gebleven. Maar ze hadden een pakzichtpoppetje gemaakt. Die hebben ze daarna nog een aantal keer gebruikt ook. En aan de overzijde van het stadion rond het uitvak stond Rotterdam No Running. Dat was gewoon echt een briljante actie. In combinatie met bordjesactie. Echt een totaalplaatje gemaakt. Paste goed.
Feyenoord vond het wat minder leuk, want daarna moest er een speciale keuringscommissie komen voor alle doeken die ooit opgehangen moesten worden, maar op dat moment erg gaaf. Nummer 3, het seizoen 2001-2002, het seizoen dat wij de UEFA Cup wonnen, ja. Toen kregen wij een prijs voor de beste sfeer van heel Europa. Ja, beste sfeeracties. Beste sfeerteam van Europa, ja. Uitgeroepen door de officiële Tifo organisatie in Italië. Dus ja, dat was echt een erkende prijs. Ik denk ook wel terecht, want echt elke wedstrijd hadden we toen echt mooie sfeeracties. Dus ik denk dat we niet te veel details moeten gaan, maar laat gewoon een compilatie zien van foto's. Ik monteer hier wel wat foto's en filmpjes in. Misschien een muziekje eronder? Nee. Nummer 2. Ja, de spanning stijgt. Ik vind het nu spannend, hè? De spanning stijgt. Het megadoek, 2015-2016. Ja. Weer. Ja. En in de klassieker, een keer in de beker, wat was het, laatste 16 volgens mij in de beker? Ja. Ja, meegedoe, iedereen heeft het natuurlijk gezien. Ja. Het schijnt ook een hele mooie documentaire van gemaakt te zijn. Oh ja, wie heeft het gemaakt? Geen idee. Ja, oké, okay, ja. Ja, wil je een linkje ook in de video, onder in de video comment zetten? Ja, dat kan wel, ja. Deze. Mocht je die documentaire niet gezien hebben, heel snel kijken. Nee, maar ja. Fenomenaal actie. We hoeven niks verder over te zeggen, toch? Denk maanden terecht. Voorbereiding. Nummer 2. Maar goed, ik had misschien wel verwacht dat deze op nummer 1 zou staan. Maar welke sfeeractie? Ik denk dat heel veel mensen hem op 1 hadden gedacht dat hij op 1 zou staan. Kijk, het doek was natuurlijk fenomenaal en het is nog nooit gedaan. Maar het ontwerp was niet heel complex. Het was geen, zoals die op nummer 1 staat. Mode spanning op. Ja. Die op nummer 1 staat was natuurlijk een heel complex design. Ja. En dat was meegedoe natuurlijk niet echt. Mm-hmm. Eigenlijk meegedoe zal het gekeerd worden. Okay, ja. Nee, dat was natuurlijk meer de grootte dan dat het design nog mooi was. Ja. Nou ja, qua afmeting, ja goed. Maar goed. Kijk, als je met dat soort afmetingen werkt, is het gewoon altijd moeilijk om hele complexe 100%, ja. designs te maken. Ja. Ik bedoel, voor kleinere doeken is dat gewoon wat makkelijker. Ja. Maar een mooie nummer 2, denk ik. Mooie nummer 2, denk ik terecht. Op nummer 1. Ja, nummer 1. Tromgeroffel. Heel goed. Het Sevilla-doek van de Zilvervloot. Ja, mooi. Gaan we daar iets over zeggen of gaan we gewoon een filmpje in doorplakken? Sevilla won in ieder geval later natuurlijk. Ja. Het toernooi wonnen ze hem en het was natuurlijk een fenomenale wedstrijd. Ja, alles erop en eraan was helemaal kicken. En als je zo'n wedstrijd wint, dat maakt dan ook die sfeeractie natuurlijk een stuk beter. Komen we nog een keer terug met dit of niet? Met de top 12. Ja. Jazeker. Wat is de volgende top 12? Kulthelden. Ja, kulthelden of... Ja. Aangezien we de komende 3 jaar denk ik nog niet gaan voetballen, gaan we de 3 jaar lang elke week doen. Okay, proberen. Nee, dat is goed. Nee, elke dinsdag. Elke dinsdag. Elke dinsdag op YouTube. Een top 12. Waarom doen we in ieder geval de komende week, hè? Want we moeten niet zeggen de komende maanden, want dan gaat het weer niet goed. Nee. De komende weken, elke dinsdag op YouTube. Oké, is goed, akkoord.